Ik heb momenten dat ik me één voel met het universum. Universum. Hallo allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En zoals jullie vast al een beetje doorhebben, is dit niet weer zomaar een video, maar een hele speciale video. Ik ga in deze video namelijk iets doen wat ik nog nooit eerder gedaan heb. Ik ga namelijk op het internet. Wacht, ik zit trouwens elke dag op het internet. Maar ik ga iets doen op het internet wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik heb dit niet gedaan omdat ik het een beetje flauwekul vond. Ik heb het ook misschien niet gedaan omdat ik het irritant vond. Misschien ook wel ergens niet omdat ik het durfde en omdat ik me ervoor zou schamen. Ik weet het allemaal niet, maar ik ga het nu wel doen. En ik zal jullie vertellen wat ik ga doen, dat maakt het even veel makkelijker. Op het internet kun je echt alles vinden. Je kunt foto's vinden, je kunt filmpjes vinden, heel irritant die YouTubers. Maar je kunt ook testen vinden. Je hoeft maar aan Google in te typen, ik wil mezelf testen of test of gekke test. En je komt echt allerlei soorten testen tegen. Dat heb ik dus ook gedaan en ik heb er een paar gevonden die ik samen met jullie wil gaan doen. Maar goed, lang genoeg geluld, laten we beginnen met de allereerste test. De allereerste test waar ik tegenaan ben gelopen is de geluktest. En wat ze dus zeggen in deze test is, hoe gelukkig ben jij? Gelukgevoelens lijken vluchtig en ongrijpbaar te zijn. Toch is het niet helemaal waar. Er zijn namelijk een aantal duidelijke bouwstenen die geluk mogelijk maken en versterken. De volgende test gaat erover. Laten we deze test gewoon gaan doen. Ik vind van mezelf dat ik gewoon gelukkig ben. Maar ik ben benieuwd of deze test mij hierin gelijk gaat geven. Of mij hier juist niet gelijk in gaat geven. We gaan het gewoon zien. Ik heb het gevoel zelf te kunnen bepalen welke kant mijn leven op gaat. Ja, dat heb ik. Oh my god, dit wordt zo boring. Ik vind mezelf aantrekkelijker dan de meeste mensen van mijn leeftijd. Dit is echt nou een lastige vraag om te antwoorden. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind mezelf niet aantrekkelijker dan de meeste mensen van mijn leeftijd. En heel veel zeggen van, ja, maar je doet modellenwerk en dan moet je toch knapper voelen dan alle anderen. Dat is dus niet zo. Ik voel me echt werkelijk niet knapper dan alle anderen. En dat is toch een bepaalde onzekerheid in me zit. Dus ik geef mezelf hier eigenlijk een minnetje voor. Heel erg raar, maar goed, het is wel echt zo. Ik heb faalangst. Ja, een beetje. Ik ben wel een beetje bang om te falen, moet ik zeggen. Ik heb momenten dat ik me één voel met het universum. Universum. Nee, sorry. Ik ben tevreden met mezelf. Ja, wel redelijk. Ik ben een mooie mens van emotionele ups en downs. Zeker, ik heb up en downs. Ja, ik heb echt dagelijks denk van, oh my god, ik heb er helemaal geen zin meer in. Misschien herkennen jullie dit wel. Hoeveel lijsten komen er nog? Oh, de gelukstest. Oh, dit was het al. Hier komt de uitslag, jongens. Zijn jullie er klaar voor? Geluk bestaat uit een aantal bestanddelen. Volgens deze test ben jij redelijk gelukkig. Nou, ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik ben redelijk gelukkig. Maar aan de andere kant ben ik ook wel heel erg gelukkig. Maar goed, we gaan verder. Er is echter nog veel ruimte om je geluk te verhogen. Het meeste bereik je door de levenshouding te veranderen. Een zelfverzekerde, sociale en optimistische levenshouding brengt namelijk het meeste geluk. Deze test vind ik aan de ene kant een beetje flauwekul, omdat je niet aan de hand van wat zal het zijn, 10 vragen je geluk kunt meten, vind ik. Mijn levenshouding hoef ik bijvoorbeeld niet aan te veranderen, vind ik. Maar in zelfverzekerde, wat meer zelfverzekerd zijn, dat kan zeker. En geloven in mijn eigen kracht, dat kan ik ook wel wat meer. Dus ergens heeft het ook wel een beetje gelijk, maar dat wist ik ook wel. Dus ja, dat over de gelukstest. Ik heb ook een andere test gevonden en die staat echt helemaal tegenover gelukkig zijn. Dat gaat namelijk over het volgende. Wanneer ga ik dood? En, ik vind het echt heel raar om dat uit te spreken, moet ik zeggen. Ik weet niet, dat vind ik dus al creepy. Ik vind dit een beetje echt een 100% bullshit test, want ik neem aan dat dat niet te voorspellen valt door middel van een test, ten eerste. En ten tweede deed ik het eigenlijk nooit, omdat ik ergens, moet ik eerlijk toegeven, ergens wel een beetje bijgelovig ben. Want soms heb je van die stomme doorstuurberichtjes van, stuur dit door naar 20 mensen of anders gaat die en die dood in je familie. Nou, die kreeg ik dus laatst weer. En ik dacht zoiets van, oh my god, hoe kun je dan iemand sturen? Maar ik doe het niet, omdat ik weet dat het hartstikke fake is en dat mensen het hebben verzonnen, omdat ze dan weten dat het doorgestuurd gaat worden. Maar aan de andere kant is het ook weer zo van, oh, als ik het niet doe, dan kan er dus iets gebeuren. En als er dan straks iets gebeurt, dan komt het daardoor. Als het ooit ergens is gebeurd, en het staat wel eens in berichtjes, oh, want iemand dit niet heeft doorgestuurd, dan gebeurt dat en dat. Dan is dat niet omdat hij het niet heeft doorgestuurd, maar dan is het gewoon echt puur toeval. Dat is mijn mening. Sommigen geloven het echt, maar mijn mening is dat het gewoon niet kan. Maar goed, dat aan de kant gezet. Ik ga deze test gewoon doen. Ik vind het heel erg spannend. Oké, de eerste vraag. Ben je een man of een vrouw? Ik ben een man. Vraagt je BMI? Oh my god, gaan we dat ook nog testen met BMI?
mijn gewicht is 86. Nou, dan weten jullie ook gelijk allemaal hoe zwaar ik ben. Bereken mijn BMI. Je BMI is 24,1. Oh, dat is heel goed. Ik heb een heel goed BMI. Oh my god. Heb jij ook ooit een BMI-test gedaan? Laat het dan even weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd wat jullie BMI is. Laten we een gezellig BMI-tekentje houden. Nou jongens, de uitslag. Mijn BMI is gezond. De lichaamsbeweging is goed. Ik heb geen stress. Ik ben niet roker en niet drinker. Je bereikt zeker je 86ste levensjaar. Oh my god, 86, dat is toch best wel oud. Door deze 5 vragen kan ik dus voorspellen hoe lang je nog gaat leven. Dat staat dus alweer helemaal nergens op, want er kan dus ook een ongeluk gebeuren. Of er kan er iets anders gebeuren waardoor het gebeurt. Maar goed, ik stop met deze test, want ik vind het helemaal geen gezellig onderwerp. We gaan door met de volgende test. En deze test gaat over het volgende. Welke jongen past bij jou? En jullie weten allemaal, ik heb al best wel een tijdje een relatie met Rutger. En voor mij is dat ook helemaal de jongen die bij mij past. Maar dat blijkt dus een test te zijn om te kijken welke jongen bij jou past. En ik ben heel erg benieuwd of er uiteindelijk dus Rutger uitkomt. Ik weet het wel zeker van wel. Maar goed, we gaan dus nu kijken of het werkelijk zo is. Echt bizar dat dit soort dingen gewoon allemaal op het internet staan. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Welke kleur haar moet jouw droomjongen hebben? Ik vind donkerbruin zwart altijd wel mooi. Welke kleur ogen? Nou, weet je dat ik beide wel mooi vind? Donkerbruin en blauw. Karakter? Ontzettend gek en lief, sowieso. Het valt me al gelijk op. Een beetje raar, het liever niet. Een beetje raar, ja, dat is Rutger ook, maar goed. De leeftijd? Nou, veel jonger. 15, 17, 18, 16. Nou, voor mij mag je wel wat ouder zijn. Nou, ik moet nu bij de oudste kiezen, maar ik val eigenlijk... Klinkt heel gek, maar... Ja, Rutger is ook wat ouder dan... Ik denk dat ik toch wel wat... Iets oudere jongensval. Welke maand moet hij geboren zijn? Ja, daar staat nergens op. Als hij beroemd is, waar moet hij dan beroemd mee zijn? Oh, nou ja, YouTube. Ja, tuurlijk. Wat vind je mooi klinken? What the fuck, wat een raar vraag. Nou, precies. Pisces, Gemini, Aquarius. What the fuck, wat een rare vraag. Daar ga ik voor. Tussen hoeveel Insta-volgers moet zij hebben? Nou, weet je, liefde gaat niet over het aantal Insta-volgers. Of iemand beroemd is. Of iemand in januari, februari, maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober, november, december is geboren. Liefde gaat over iets wat je voelt. En ook niet hoe iemand eruit ziet. Hoe kan ik het nou uitleggen? Nou ja. Ik wil deze niet. Volgende vraag gewoon. Oh my god. Welke jongen past bij jou? De uitslag, jongens. Welke jongen past bij jou? M-Key. Als je hem niet knap vindt, dan weet ik het niet hoor. Oké, dit is Brooklyn Beckham. Oh, dit is de zoon van Beckham. Ik moet eerlijk zeggen, David Beckham is wel een soort voorbeeld voor mij. Ik vind zijn haar altijd heel erg tof, zijn kledingstijl vind ik heel erg tof. Maar ik vind die zoon dus echt geen bal aan. Nee, ik ga toch liever voor Rutger. Zo, dat waren alweer alle super stomme, domme, rare, nergens op slaande testen die ik kon vinden op het internet. Ik ben benieuwd of jullie ook dit soort testen hebben gevonden of andere rare testen. Stuur het dan vooral eventjes door in de reacties. Misschien vinden jullie het leuk als ik die ook nog ga testen. En vond je het leuk om deze video te kijken, doe dan vooral eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon volgende week zondag weer om 4 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon Thomas. Au doei!